Het leuke is, als je een feestje te vieren hebt, dan moet je in Venhorst zijn. Het is onze kleinste kern in de gemeente Boekel, maar feestvieren, dat kennen ze wel. Echo der Peel bestaat 50 jaar, maar ook de seniorenvereniging bestaat 50 jaar. Ergens in februari 1965, toen werd het idee geopperd om ook hier in Venhorst een seniorenvereniging op te gaan richten. Nou, inmiddels zijn we 50 jaar verder en dan moet je toch eventjes bijpraten met huidige bestuursleden. Dat zijn mevrouw Dora Gijsbers, de heer Theo Vos en de heer Huub van Noort. Alle hier aan tafel, Huub van Noort, voorzitter van de KBO Venhorst. Ik moet zeggen, gefeliciteerd eigenlijk alle drie. Dankjewel. Ja, 50 jaar, het is een mooie post. Het is een hele tijd, ja. Vanaf 65 tot nu. En zeker in een jong dorp, zoals Venhorst is. Want Venhorst is nog maar 82 jaar oud. En dan hebben we toch al een oudere vereniging, die bestaat alweer 50 jaar. Is het een bloeiende vereniging? Het is zeker, want we hebben nu een bekend 190 leden. En er zijn diverse activiteiten. Er zijn wel verschillende leden die twee of drie activiteiten in de week meedoen. We zitten hier in de Horsts, maandag, dinsdag en woensdag. Er zijn de bejaarders en de kaarters. Er wordt gym gedaan hier in de gymzaal. Gym 1, dat is een gymclubje. Dan hebben we gym 2, dat is meer extra ouder, zeg maar, zo'n soort stoelengym. Dan is er een volksdansgroep, de Heidebloem, die bestaat ook al heel veel jaren. En dat zijn de leeftijden lopen uit van rond de 65 tot de 80. Want op die manier, en ook de leden die wij hebben, die zitten ook van de 60 tot de 80. En iets ouder zijn er ook nog bij. Ons oudste lid is nu 92, meen ik. Dus en er zijn ook scheuteboelen wordt gedaan. Dat wordt op een andere plek gedaan dat hier ruimte is. Voorheen was hier in de Horst dan ook de koersballen. De koersballen is opgegeven omdat daar. Maar in de zomerdag gaan ook een heel grote groep smiddags fietsen. Dus de grote snoep is toch actief bezig. Ook, niet alleen, ook achter de bar in de Horst. Want ook de Horst, het gemeenschapshuis, dat moet draaien met vrijwilligers. Nou, en ook die mensen, dat zijn ook weer vrijwilligers die achter de bar staan van de Bond van Ouderen. En op die manier zijn die ook weer actief bezig, want anders konden wij niet blijven bestaan. Hè? Ja. Kijk, wij bestaan dus zoveel jaar, maar onder financiële potje, dat, we dus, dat wordt geregeld door het oud papier. We hebben een stuk of 10 vrijwilligers die om de 14 dagen oud papier willen halen. Met een garantieprijs via de gemeente halen we het hele oud papier in Venhorst op, kunnen ze dat brengen. En daar kunnen we verschillende dingen voor doen. Want als we de contributie op die manier, die contributie houden we extra laag, omdat we dus financieel mogelijk zijn om via het oud papier dit te regelen. Want anders zou dat niet te betalen zijn. En misschien is dat daar ook wel de drijf van. De mensen zijn voor 19 euro per jaar, per lid, aan contributie zijn ze maar kwijt. Wat krijgen ze daarvoor terug? We hebben 4 A5 thema, of we hebben jaarvergadering, kerstviering en 4 verschillende dingen. Dan werken we ook nogal wat samen met boeken samen, met verschillende thema's. En de computercursussen draaien volop, want dat draait ook al een jaar, 6, 7, dus al die dingen. Tenminste, naar onze mening, ze zijn actief, alleen zoeken we nog steeds meer mensen erbij om nog actiever te worden, ja. Van mensen van 60 plus. En we weten wel, die mensen van 60 plus, de grootste hoop moet nog werken, maar hebben ze ideeën om in de avonduren bijvoorbeeld iets gaan te doen, nou dan kunnen wij ook wel weer met vrijwilligers iets proberen te regelen. Ze kunnen dan altijd lid worden. Theo Vos, hoe lang ben jij al lid van de seniorenvereniging? Ik ben nu 8 jaar lid hier. Ja, en een beetje ook hier in Venhorst komen wonen en toen lid geworden? Nee. Ik woon al 45 jaar in Venhorst. En sinds ik ben gestopt met werk, met vroeg pensioen ben gegaan, ben ik ook meteen lid geworden hier van de KBO. Ja. En daar ben ik dan al 8 jaar lid en inmiddels 5 jaar in bestuur. Want wat is het eigenlijk voor een vereniging, die seniorenvereniging? Ja, dat is meer, tegenwoordig meer belangenbehartiging als dat het een club is met kaarten en allerhande andere spelletjes. Want dat is het, de situatie die langzaam aan het veranderen is? Die steeds aan het veranderen is, ja. En dat brengt ja, de situatie ook van de maatschappij mee natuurlijk. Maar ja, als je zegt van belangenbehartiging, voorheen was het niet. Toen was het meer dat je met de club allerlei leuke dingen kon doen? Dat was het in hoofdzaak toen dat tijd, ja. Van vroeger uit dan, hè. En dan de laatste jaren groeit dat steeds verder naar belangenbehartiging. En alle andere extra bijzaken die erbij komen. Wat was voor u de reden om bijvoorbeeld bij de seniorenvereniging te gaan toen de tijd? In hoofdzaak bejaarden. Ik ben meteen gevraagd om bij de bejaardenclub te komen. Maar ja, bij de bejaardenclub dan moet je eerst lid van de KBO zijn. Wil je erbij kunnen. Dus dat was mijn hoofdzaak de reden. En
Is het dan die biljartclub, dan wordt het uitgebreid, hè? Want dan komen ze vragen en zeggen van god Theo, zou de Donnie aan mee willen doen en dergelijke? Of zeggen jullie van nou, dat biljarten dat was leuk en daar hiel ik me eigenlijk een beetje aan? Nee, toch niet. Want ik was misschien een half jaar bij een biljartclub en toen kwam de vorige voorzitter van de KBO elke keer aan mij vragen, heb je zin met het bestuur van de KBO te komen? Want onze penningmeester die wil opstappen en we moeten een nieuwe hebben. En toen heb ik gezegd, ja, ik zal het bekijken of ik er zin in heb en interesse in heb. Nou, en dus ja, de vergadering die er daarop volgde, werd ik al uitgenodigd en ik was lid in het bestuur. En dat is wel leuk, want dat doe je met veel verven toch? Met plezier. Ja. We hebben een mooi bij elkaar. Ja, want hoe lang doet u het al eigenlijk in het bestuur? Toch ook al menig jaar volgens mij? 3 jaar denk ik. Ja? Zoiets. Drie jaar ongeveer. En wat is uw taak eigenlijk in het bestuur? Bestuurslid. Alleen maar bestuurslid? En afgevaardigde in de WMO Adviesraad in Boekel. Want dat is heel belangrijk, hè? Dat is die belangenorganisatie die je dan hebt eigenlijk in feite. Want ja, het is tijden veranderen, hè? Want heel veel senioren, ook hier in Veenhorst, ja, die hebben met die veranderingen te maken, denk ik. Zeker, die hebben er zeker mee te maken. En het is nog heel moeilijk om te zeggen wat ze er precies allemaal mee te maken hebben voor de ouderen. Zeker, want omdat ze er niet zo goed van op de hoogte zijn wat er allemaal gaat veranderen. Dus ja, dat is wel belangrijk voor de ouderen, zeker. Heel belangrijk. Hoe leeft het hier in Veenhorst? Die seniorenvereniging? Ik denk dat het een hele grote samenhorigheid met zich meebrengt en een sociaal gebeuren, echt wel. Want het is het ons kent ons verhaal. Veenhorst is toch zeker een dorp dat men ons kent ons eigenlijk elkaar kent? Ja, zeker. En het is ook niet zo als je naar een bijeenkomst gaat, al zou je alleen moeten gaan. Je kent toch iedereen, omdat een dorp is waar iedereen wel elkaar kent en dus dan is het ook niet zo erg om alleen ergens naartoe te gaan. Want kun je dan ook merken dat ze elkaar dan aansteken, hè? Dan om lid te worden bijvoorbeeld van de seniorenvereniging? Ja, die heb je er ook zeker bij. Dus elkaar aansporen van oh, kom er ook bij en komen we er samen bij of zo. Dat heb je zeker, ja. En dan leeft het ook, hè? Want dan krijg je bij alle activiteiten genoeg aanwas. Ja, redelijk wel. Ja. Ja, het mag altijd meer natuurlijk, want daar zijn we op uit om meer leden te werven. Daar zijn we altijd voor bezig. We hebben vorig jaar een ledenwerfactie gehouden. Een folder bij alle mensen van 55 jaar en ouder, een folder in de bus gedaan. Van kom bij ons, KBO. Niet alleen de Katholieke Bond van Ouderen, maar kom bij ons. Dus dat kan er ook van maken. Dus, en dan zijn we toch, verschillende leden zijn er toen bij gekomen. Ja, want de naam, hè, we zeggen Katholieke Bond van Ouderen, maar Hugo Noord, is dat er niet een beetje uit de tijd? Moeten we ons niet meer seniorenvereniging gaan noemen? Op den duur zal er wel komen, maar ja, het is uit de vroegere tijd, het katholieke, dat is vanuit vroeger, van die kant. Zo zijn er diverse clubs meer, hier in Veenhorst, maar op andere plekken ook, de KNG is dat van katholiek. Maar op den duur zal het een echte seniorenvereniging. Veenhorst, dat zou misschien in de toekomst wel worden, maar dat wil niet zeggen dat nou, tot nog toe is het nog niet zover, maar ik denk toch wel, voor de toekomst zal het zeker wel worden. Ja. Want hoe kijken jullie tegen die festiviteit aan, hè? Als je 50 jaar eigenlijk het feestje viert, het Gouden Jubileum, komt een heleboel organisatie bekijken, want hoe ziet er zo'n feestjaar eigenlijk een beetje uit? Is het anders dan anders? Ja, we hebben dus gewoon, het is geen feestjaar, dit jaar zijn we dus in ieder geval wel 50 jaar bestaan, maar in ieder geval gisteren hebben we dus een receptie gehad voor alle genodigden, ook in de afdeling in de op vrijdag dus? Ja, en dat was op vrijdag. Kijk, en vandaag hebben we alleen voor onze leden een etentje en een toespraakje straks en een orkest erbij. En er meer doen we dus niet. Niet dat we het hele jaar feesten, want financieel is dat ook niet haalbaar natuurlijk. Dus, nee, maar je hebt wel de jubilarissen bijvoorbeeld die... We hebben vandaag ook 8 jubilarissen die dus 25 jaar of langer lid zijn bij onze bond. Kijk, en die worden vanavond in het zonnetje gezet. En die krijgen dus ook een oorkonde aangeboden. Een bosje bloemen erbij. Een gesprekje met die mensen. Daar wordt vanavond. En dan daarna komt het kwartjesvolk uit Zeeland. Die doet hier een optreden. En we hebben dan koude warme vet straks. Dat is wat de mensen eigenlijk willen, hè? Want senioren hebben wat dat betreft, die hoeven niet veel te hebben. Goed eten en goed drinken, ja, en een stukje muziek en dan is het eigenlijk al voldoende. Dat draait alles om. Ja. Dat is wat mensen willen. Als je gaat kijken, want we hadden juist door, die zei het al, 55 jaar. Maar begint de seniorenleeftijd niet met 50 jaar eigenlijk? Die begint officieel met 50 jaar. Iedereen met 50 jaar en ouder kan lid worden van de senioren. Maar die mensen die hebben nog andere bezigheden, die zijn er bij de voetbalclub of bij tennissen of iets. En die denken, ja, een bond van. Ze voelen zich nog geen senior. Nee, ze voelen niet.
Nee, dat duurt een tijdje voordat je dat voelt. Ja, je wordt het toch, automatisch wordt het toch 60 of ouder. Nou, en ja, je kunt erbij willen horen. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat hoeft voor mij nog niet. Maar ja, dat is ieder zijn eigen. Maar het liefst zouden wij ze wel hebben, ook die jongeren natuurlijk erbij. Maar ook die mensen, die hebben nog de werkzaamheden tot de 60. Of ja, in de toekomst tot de 67 moeten ze nog werken. Dus ja, hebben ze nog andere bezigheden. Omdat we dikwijls, ja, overdag hebben we dus die andere dingen. Maar heb je die dan ook wat te bieden? Hè? Want dat is meestal de vraag van heel veel mensen die willen bij een seniorenvereniging komen als ze 50 zijn. Maar wat kan een seniorenvereniging die mensen bijvoorbeeld bieden? Tot nog toe hebben we de stuk of 6-7 activiteiten die we dus nodig willen. Dus meer, ook die jongeren. Ja. Dat weten we dus op dit moment ook niet. Maar als die jongeren dus zelf aangeven die en die ideeën hebben wij erover, dan zullen wij lid worden van de club, waar in een naburig dorp in een Diepeel wel is gebeurd. Nou, dan kunnen ze dus ook lid worden, maar dan moeten we eerst de ideeën horen van welke die 50-plussers, wat willen ze nou eigenlijk? Kom met ideeën, zegt die jongen. Ja. Dat is wel leuk, hè, want dan weet je samen meer. Theo, zo'n biljartclub, dat is één eigenlijk feite, hè? Maar als je gaat kijken, je zegt van je bent belangenbehartiging, de tijden veranderen. Hoe zit het met de algehele KBO? Merk je dat men erin gesteund wordt? Worden jullie daar als kleine vereniging met 180 leden nog voldoende gesteund erin? Jawel. Want ja, we werken daar nu ook heel veel samen dan met Boekel. En wij samen zijn dan de kring Boekel in totaliteit. En dat gaat weer via de KBO Brabant. Kunnen we daar alle steun krijgen die we graag willen hebben. Om van alle dingen te organiseren. Maar je moet er zelf eigenlijk heel veel tijd en energie in steken als bestuursleden natuurlijk. Om weer op die gedachte te komen eigenlijk. Hè? Want je moet van een heleboel dingen op de hoogte zijn om de mensen te vertellen. Maar dan krijg je ook elke dag mailtjes voor thuis. En voorlichtingen van alles wat het is. Ja. Want dan heb je, Dora, is dat voor jou een voordeel als je dan in de cliëntenraad zit van de WMO? De WMO adviesraad, heet het met mooi. Dat is heel belangrijk. Dan zit je een beetje dichter bij het vuur? Dat scheelt altijd wel, ja. Maar de WMO adviesraad is niet alleen voor de ouderen. Het is voor heel de gemeenschap. Hè? Dus er zitten alle geledingen zitten daarin. Ze hebben daar zitting in. Dus er zitten van de ouderen in, maar er zit ook de zonnebloem in, er zit de mantelzorger in en al die mensen zitten daarin en gezamenlijk kom je tot een advies, gevraagd en ongevraagd, naar de gemeente toe, naar de raad, om als ze een beleidstuk maken. Vaak krijgen we dat dan van tevoren al te zien, voordat het de raad ingaat, dus dat we daar advies over kunnen geven of het er iets is of niks is, of we er iets andere ideeën bij hebben ofzo. Ja, maar wordt het dan niet eigenlijk een beetje vreemd, hè? Want de nieuwe wetten die willen dat we tot de 70ste gaan werken. En we hebben zojuist gehoord van we willen eigenlijk ook weer jongere senioren erbij krijgen met de 50ste. Is dat niet een beetje een moeilijk verhaal aan het worden? Ja, misschien wel, maar ja. Het is, omdat ouder heet, maar ja, op een gegeven moment met 50 jaar kun je ook zeggen senioren. Ja, het klinkt misschien wat oud, maar ja, ik weet niet of het een andere naam zou moeten hebben dan om die mensen te betrekken. Ja, om die mensen erbij te betrekken dan toch de naam senior. Wil dan iedereen, als je 50 jaar en ouder, wil al bij die senioren horen, want daar is je vraag eigenlijk van, ja. Ja, en dat voor diverse mensen. Ja, ik ben nog lang niet zo ver. Ik zit nog in mijn jeugd. Kijk, en wij zitten in onze derde jeugd. Hè. We hebben... En dat is dus het grote verschil. Ik denk die 55-plussers, die dan nog een hele tijd voor de boeg hebben. Ja, en daar valt dan nog niet zo mee. Maar of je moet activiteit hebben, daar ook die 50-plussers aantrekkelijk te maken. Ja. Als je gaat kijken in die 50 jaar, ik denk dat ze voorbij gevlogen zijn. Hè. Jullie als bestuur, het wisselt regelmatig. We hebben diverse voorzitters eigenlijk gekend. Als je dan naar de toekomst kijkt, kun je zeggen in Veenhorst kunnen we zeker de komende jaren nog met de senioren er tegenaan? Ik denk het zeker. Zeker wel. Zo, zeker wel. Ja. Ja, de leefbaarheid van Veenhorst ook. Het is jong en oud. Hè. We hebben dus jongeren nodig, maar ook ouderen in zijn dorp. En op die manier proberen de leefbaarheid in het dorp. En ik denk ook zeker richting gemeente willen we ook in de toekomst, want we lezen dus ook al de Peerland Wonen gaat meer woningen bouwen. Dat is misschien toch ook eens een enquête. En dat is ook een Venners denken natuurlijk. Ook eens een Venners denken. Kijk, zijn er senioren woningen voor de toekomst? Laten we kijken, dat hebben we daar ook eens bij onze oude vragen. Want er zijn wel mensen die zeggen, ja, we willen wat kleiner wonen, maar we hebben nog een eigen huis. Ze moeten allemaal naar Boekel. En de leefbaarheid hier in Venners kan ook. Als we dus, ja, we proberen de senioren zo lang mogelijk hier te houden. Dus we hebben weer een winkeltje. We hebben een klussendienst ook samen opgezet.
voor ouderen dan. En we hebben een taxidienst ook samen opgezet. En die dingen samen proberen we, want de mensen moeten toch in de toekomst langer thuis blijven wonen, is de bedoeling van de overheid. Dus ja. Voor jullie ligt er eigenlijk nog veel werk in het verschiet, begrijp ik. We blijven volop werk houden in ieder geval, ja. Op dat gebied. Maar we zijn wat dat betreft niet voor niks de kern met pit van Brabant. En misschien worden we wel landelijk een kern met pit als Venostel. Ja. Ja. Nou, daar zal niet mee vallen, denk ik. We kunnen nou nog kiezen tot een 23e, hè? Tot een 23e ja. Maart kunnen we nog kiezen voor de landelijke kern. En we wachten wel af. Tot nog toe van Brabant zijn we de eerste. Maar en ja, voor de toekomst, ja, dan moeten we toch even na 23 maart worden bekendgemaakt wie dat dan welk dorp dat de kern met pit is. Maar dit feest pakken we ons in ieder geval niet meer af. Dat pakken ze ons niet meer af. Het 50-jarig jubileum, we gaan zo meteen aan tafel. We gaan lekker eten, we gaan genieten van het kwartjesvolk. Ik wens jullie nog heel veel prettige jaren toe. Op naar het 60-jarig jubileum, hè. En zo gaan we maar een beetje jaar voor jaar tellen. Ga ervan genieten en natuurlijk ook alle senioren en die 50-plussers. Nou, die 50ers uit Venhorst, waar moeten ze zich melden? Oh, die kunnen bij de secretaris, maar die kunnen bij elk bestuurslid zijn gemeld. We zijn redelijk bekend in Venhorst, het bestuur van de KBO. Wij zijn met 5 mensen, we zitten nu hier met 3. Er zitten nog Harry Blokdijk en de eerste secretaris, daar kunnen ze zich melden. Pieter van den Aken zit nog in het bestuur. Dus we zijn duidelijk zat bekend. En het gebeurt ook regelmatig dat er nieuwe leden bij komen. Vorige week hebben we weer eentje erbij gehad. Maar ja, er valt ook regelmatig af. Ja, dat is bij de senioren ervan ook uit. Nadeel van de vereniging. Ja. Dat is het, misschien wel het mooie van ouder worden. Kom bij ons, de KBO Seniorenvereniging in Venhorst. Viert het gouden feestje. En wij wensen ze daarbij als Boekelse lokale omroepkring ontzettend veel plezier. Dankjewel, dames en heren. Graag gedaan. In ons programma Op de Koffie Bij zijn we vandaag bij de jubilerende vereniging De Hobby Club. En in de voetsporen van Mester Mesters, Mester Kwikke en Driekske van den Elzen praten we met de huidige voorzitter, mevrouw Maria Tielemans. Maria, wat is er nou eigenlijk te vieren dit jaar bij de hobbyclub? Dit jaar bestaat de jeugdhobbyclub 50 jaar. Dus, alsjeblieft, 50 jaar, een halve eeuw dus, een halve eeuw hobbyclub. Ja. Maria, en hoe is het begonnen? Mister Mesters die heeft... Die stond op de Sint-Janschool, de jongensschool. Mm-hmm. En er waren heel veel jongens die na afloop naar van de les, omdat ze thuis weinig te doen was, zijn ze na de les kwamen ze bij Harry Kwikke aan van meester had er niks voor ons te doen. En zodoende is eigenlijk het idee opgestart om iets voor de jongens te gaan beginnen, timmeren of andere werkzaamheden. Mm-hmm. En toen zijn ze begonnen met de jeugdhobbyclub. Daar heeft meester Misters een keer te woord gegooid bij de pastoor van Bakel. Mm-hmm. En die stelde het oude patronaat ter beschikking. En daar is toen meester Misters, meneer Van Heiningen, Huub Kleuskes en nog enkele anderen, die zijn ertoe begonnen. Samen met Harry Kwikke en met meester Soeters, want die hadden dus, die kregen vanuit de opleiding van de leraren een handenarbeidslessen. Dus ze zijn waarschijnlijk ook de begin onderwijzers van die met handenarbeid. Ja. Hè? Ja. Toch? En zo is het toen begonnen. En dan hebben 10 jaar hebben ze in het oude patronaatsgebouw gezeten. Mm-hmm. En toen kwam daar het plan Helfriestraat Sparren. Mm-hmm. Ja, toen hebben ze het afgebroken. Hè, en toen moest het weg. En toen heeft de gemeente dit pand beschikbaar gesteld. Ja, en dat was nou het pand van de welgestelde familie van den Broek. Hè? Van familie van den Broek, Jacques Broek. Ja, ja. En hoe heet zij? Ja, Rick Broek. Hè, dat waren buur en zusje. Ja. Ja, en hier was eerst een manege en een tabaksdrogerij is er geweest. Mm-hmm. Een tentenfabriek had er nog gezien. Ja, dat was. Ja, ja, Lauker, ja, klopt. Ja. Ja. En zodoende, ja, toen was die van de gemeente, want ja. Ja, en je hebt hem beschikbaar gesteld. En natuurlijk is, wat is nou het eigenlijke doel van de hobbyclub? Wat is het eigenlijke doel? Het eigenlijke doel is om de kinderen niks, geen verplichtingen te geven en gewoon zelf mogen ze komen knutselen en maken wat ze willen. Ja, nou is het in deze tijd natuurlijk een heleboel kinderen die bij de handen werken niet geleerd hebben. Hè? De oude generatie die hebben nog met de handen gewerkt, net zoals in die beroep zijn er dus heel weinig. Dan is het natuurlijk ook goed voor de jongens die op kantoor willen gaan zitten, dat ze ook eens een beetje hobby kennen. Maar dat wil wel zeggen, als je dus gaat werken met materialen en met technieken, dat je dat weet, dan heb je ook heel veel begeleiding nodig voor de jeugd, denk ik niet. Ja. En hebben jullie die? Die hebben we. We hebben een 40-tal vrijwilligers. Okay. En die komen echt heel trouw, elke woensdagmiddag en elke donderdagavond.
En dan hebben we gemiddeld dit seizoen, we hebben 275 kinderen zijn er geweest. De bestuur, het dagelijks bestuur van de hobbyclub op dit moment, wie zijn er? Dat is Mien Kandelaars en Mien van Alphen, Petra Leenders en Krat Milles. En dat is een team dat leuk samenwerkt. Ja, dat werkt perfect samen. Dus een goed bestuur. Ja. Maria, en dus woensdagmiddag hebben jullie op het club en donderdag. En donderdag. En woensdag even druk als, want ik zie heel veel kinderen vandaag. Ja, op de woensdag is echt een topmiddag. Dan zitten we gemiddeld, ja, net met zo'n drukke middag als vanmiddag, 60, 70 kinderen. En de donderdagavond, die is vrij rustig, maar dan komen ook meestal wel oudere kinderen. Maar dan zouden we graag zien dat we drukker werden. Dus als we op woensdagmiddag hier de oudere kinderen en die kunnen op de donderdagavond, dan zouden we dat heel graag zien. Nou ja, het is drukker worden met op de donderdag. Dat op donderdagavond ook wat drukker zou worden. Maar ja, er zitten ook heel veel sporten die dan net de training hebben, dus ja. Ja, we zitten met onze druk. Kinderen erg druk, hè. Het is druk, ja, voor jullie. Ja, dat klopt. Maar Maria, hebben jullie ook bepaalde thema's? Of zeggen jullie, iedereen mag zich, wat voor technieken gebruiken jullie, wat willen ze, of mag ze zelf kiezen? Ze mogen echt zelf kiezen, we hebben helemaal geen thema. Het is wel nu is Pasen, dus dan hebben we wel paastakken en we hebben net mensen die zeggen van nou, ik hoef niks meer voor Pasen, dat komen ze dan weer brengen en daar ruimen wij dan de kinderen en die maken er weer van alles van. Maar we hebben niet echt vaste thema's. En we hebben ook, ja, omliggende dorpen, die hebben dat heel vaak wel gehad, maar er is bijna geen één dorp meer waar nog een hobbyclub is, omdat kinderen willen niet meer die verplichting. Kijk eigenlijk toch, hè? Want het is toch iets wat ook is lekker. Iedereen wil niet voetballen, iedereen wil niet tennissen, iedereen wil niet handballen, dus niet hockeyen. Dan moet er ook iets voor die kinderen die dan graag met hun handen werken, moet er ook iets zijn, blijven. Ja, zijn en blijven, echt, denk ik. Ja, die zijn echt heel fanatiek. Die komen ook iedere, we hebben erbij, die komen echt iedere woensdagmiddag. Zijn er leuke anekdotes, Maria, zo met kinderen? Je mag natuurlijk van alles mee. Ja, wel leuk, hè? Wij horen hier van alles. Als er kindjes bij komen en die hebben thuis ruzie gehad, en dan vertellen ze helemaal in geuren en kleuren, papa en mama. Opa en oma. Ja, ik snap het. Ja. Dus dat is natuurlijk, dat is ook wel leuk. Een beetje onderwijzend krijgen jullie een beetje sociale contacten met de. Je leert heel veel kinderen kennen. Ja, ook. En dat is ook wel leuk, hè? Ja. Tenminste, verder ouderen ook. Ja. Zijn er specifieke manieren waarop jullie zeggen van goh, zo moeten we de kinderen het aanleren? Of? Dat proberen we wel. Mm-hmm. En we proberen ze ook wel dat ze zelf aan de dingen werken, maar ja, er zijn natuurlijk dingen dat bij timmeren uitzagen met zaagmachine. Ja, oké. Okay. Nee, veiligheid zou je overwegen. Veiligheid staat erop. Duidelijk. Maar net als boven met naaien, moeten ze zelf als het enigszins kan regen en met de hand een beetje aan elkaar naaien en kraaltjes erop naaien of oogjes. En, wat ze zelf kunnen, moeten ze zelf. Nou, misschien is het wel heel leuk voor onze kijkers ook zometeen om een keer een rondje te lopen en te kijken van wat we allemaal zien en wat we doen, wat de kinderen maken. Zijn er nog wensen als voorzitter van de jubilerende hobbyclub, bijzondere wensen voor jou? Nou, we hebben 5 jaar geleden hebben we hier het hele pand van binnen elk opgeknapt. Mm-hmm. En we hebben zoiets van ja, een nieuw keukenblokje zouden we heel graag hebben, want ons keukenblokje dat is echt voor het deurgezet. Dat komt dan in ons programma Op de Koffie bij heel goed uit, hè, want de aanrechter wordt koffie gezet. Dus, dus een aanrechter zou dus al gelukkig zijn. Ja, okay. Een nieuw keukenblokje is iemand ooit de keuken opruimt en die zegt van nou, we hebben nog een goede keuken staan van we kunnen komen halen. We houden ons aanbevolen. Nou, zijn er nou ongetwijfeld kijkers van ons programma die kijken en denken, goh, ik zou ook wel bij die hobbyclub willen. Of ik zou ook wel begeleider willen. Maria, wat zou jij tegen die mensen willen zeggen? Daar is de camera. En voor jou en de hobbyclub zijn er nu de ogenblikken om ze toe te spreken. Ga je gang. Nou, jullie zijn van harte welkom. We hebben nu deze maand april, dan hebben we nog hobbyclub, maar dan stoppen we tot september. Want dan hebben we het zomerseizoen, dus dan is er geen hobbyclub. Maar als u graag vrijwilliger wil worden, of jullie wil graag naar de hobbyclub komen, in september, half september, zijn jullie van harte welkom. 12 september, op zondagmiddag, dan houden we een inloopmiddag. Kan iedereen komen kijken en hoe dat allemaal reelt en zeilt hier in verband met het 50-jarig jubileum. En in november dan hebben we een kleine feestweek, de woensdag voor de kinderen en zaterdags voor de leiding.